Hallo allemaal, welkom bij Made by Inepi. Vandaag een nieuw filmpje, dat heb ik beloofd. Gisteren had ik er geen tijd voor, want ik mocht naar de diploma-uitreiking van mijn oudste zoon. Maar vandaag ga ik dus het filmpje laten zien van de kaart die ik gisteren op mijn blog heb laten zien. Het is de 3D pop-up boxkaart. Kan je zo laten staan. Oh, dan zien jullie niks. Ik zal hem zo laten zien. Ik had deze kaart gemaakt op mijn blog. En kijk, hij kan dus echt in een envelop. Komt hij er zo uit. Oh, moet ik ze een beetje vouwen. En dan kunnen ze hem zo neerzetten. En ook een tekst: fijne verjaardag. Het ziet er heel ingewikkeld uit, maar dat is het niet. Jullie kennen mij, ik ben van de easy peasy, makkelijke kaartjes. Ik heb deze keer gekozen voor de set Pampered Pets. En die komt uit de Sweet Playful Pets. Op bladzijde 40 en 41 van de jaarcatalogus. Hij is echt super geweldig. Zo leuk met die hondjes en die poesjes. Het DSP wat daarbij hoort, dat zijn deze, de Playful Pets Designer Series Papers. En het is zo leuk. Je hebt hier allemaal teksten die bij de katten horen, dus love, miauw, purr, snoes. En op de achterkant zijn etensbakjes met een visje, een veertje, echt ja, voor de katten. Die heb je van die leuke katten. En het mooie daarvan is ook dat je een van de dies die bij de set hoort, die kan je ook uit het designpapier snijden. Kijk, dat is, even kijken, ik moet hem goed houden. Deze. Dus die kun je zo uit het designpapier stansen, zonder dat je hem dus zelf hoeft te stenselen of stempelen. Als deze. Dit is dan de achterkant met visjes. Dan heb je deze poesjes. Hartstikke leuk. Daar de achterkant van zijn de, ja, wat zijn het? De haartjes van de vacht. Dan komen de leuke hondjes. En dit hondje kan je ook uitstansen met een die uit de stansenzet. Deze. Hartstikke leuk. En daar zitten natuurlijk die schattige pootjes met de haartjes onder. Deze hondjes, die zijn echt ook heel grappig. Met een leuk streepje op de achterkant. Dan hebben we de hondenetensbakjes. Kijk, op zijn kop. Goed houden, zo. Kijk, dat is toch een verschil met die van de katten. En op die achterkant staan dan ook de woorden die bij de honden passen. Woof, bark, chase, scratch. Helemaal leuk. En een zwarte. Hartstikke mooi. Dat was het designpapier. Dit is dan de stempelset. Kijk, dat heb je dat hondje en dat poesje weer wat ik jullie liet zien die je uit kunt stansen. Een ander poesje, een hondje. En leuke teksten. Een etensbakje, hartjes, vlindertjes. En dit waren dan de stansen die erbij horen. Echt zo leuk. En omdat ik natuurlijk al eentje had gemaakt met de zonnebloemen en de zebra's, dacht ik, ik ga nu met jullie samen de Pampered Pets set gebruiken. En wel heb ik gekozen voor dit poesje. Nou, laten we maar gauw gaan beginnen. Ik laat het jullie even zien op een vel Whisper White voor de basis. Maar ik heb dadelijk gekozen voor zwart, maar ik dacht dat wit beter te zien was voor jullie. Dus vandaar dat ik even wit genomen heb. Even de arm uitdoen. Je hebt 1 A4 nodig en hij moet zijn 20 bij 21 centimeter. 21 centimeter is gewoon de standaardbreedte van een A4, dus daar hoeven we niks aan te doen.
Maar je moet hem wel nog even dan op 20 centimeter afsnijden. Dat gaan we eerst doen. 20 centimeter. Kijk, en dit stukje kun je gewoon gebruiken om op te stempelen. Of voor een ander mat op een kaart. Oké, dat was 20 centimeter. Dan gaan we de 21 centimeter kant boven doen. En dan gaan we rillen. Dus de snijmesje naar beneden. En dan gaan we rillen en wel op 5 centimeter. Op 10 centimeter. Op 15 centimeter. En op 20 centimeter. En dan hou je een plakstrook over van 1 centimeter. Kijk, dan ziet het er zo uit. En dan ga je hem slag draaien. En dan ga je wel het mesje pakken. Dus niet de ril, het rilmesje, maar de snijmesje. En dan gaan we hem op 5 centimeter leggen. En dan gaan we hem dus snijden. En dat is 1. Dan nog een keer op 5 centimeter. Dat is 2. En deze is 10 centimeter. En dat moet het ook zijn. Dus je moet een stuk, of twee stukken hebben van 5 centimeter bij 21 centimeter. En één stuk hebben van 10 centimeter bij 21 centimeter. Dan mag ik deze weg. Dan ga je de boomvolder pakken en dan is de kwestie van alle lijnen even met je vouwbeen doen. Zo, dan heb je zeg maar de grote staande box. En dit zijn de twee kleine boxjes. Maar ik zal even mijn zwarte kaartstuk erbij pakken, want dat wordt mijn kaart. Die heb ik ook voorbereid. Kijk, dan heb je deze, de grote en deze. Ik heb ze al gevouwen, eigenlijk alle kanten op, zodat ze makkelijk kunnen bewegen, omdat ze natuurlijk daar ook helemaal plat in een envelop moeten. En dan heb ik 6 vierkantjes gesneden van DSP. Dat heb ik nou in Real Red gedaan. 6 keer van 4,5 bij 4,5 centimeter. En ik heb 6 stukjes DSP uitgesneden van 4,2 bij 4,2 centimeter. En die komt hier bovenop. Ik heb er al hier 4 voorbereid, want ik denk anders wordt het filmpje te lang. En dan doe ik deze 2 even met jullie samen erop plakken. Ik heb dit modelletje gezien bij Barry & Jay van Mitosu Craft. Dat zijn 2 Engelse demo's. Hele lieve mannen. En ik kan wel zeggen dat we echt bevriend zijn geworden. Ik heb ook toestemming van hun gekregen om dit filmpje in het Nederlands te doen. Want hun hadden natuurlijk hun filmpje in het Engels. Zo. Als je vloeibare lijm doet, dan kan je ook nog een klein beetje schuiven. Hè, als je het niet helemaal goed recht hebt. En deze gaan we nu opplakken. 4 ervan. Op de strookjes van 5 centimeter bij 21 centimeter. Als je het 1 centimeter streepje onderhoudt, dan komen ze in het midden. Want het doosje komt namelijk zo tegen de grote aangeplakt. Hier en daar. En even kijken. Dan moeten ze zo. En volgens mij, als ik ze zo plak. Even zien. Ja, dan staan ze ook meteen goed erop. Want je moet een beetje rekening houden of het patroon niet op zijn kop staat. Maar deze hier niet. Dus dan kan ik ze hierop bevestigen. Die komt dan de 2 binnenste. Kijken of het een beetje recht is. 1.
Dat doen we bij de volgende ook. Ik had gisteren echt wel een hele feestelijke dag met die diploma-uitreiking. En het werd nog feestelijker, want 's avonds keek ik op mijn YouTube-kanaal. En toen had ik 101 abonnees. Ik was helemaal blij, want ik stond er echt wel op te wachten of ik over de 100 heen zou gaan. Of eigenlijk precies 100, maar die heb ik dus gemist. Maar in ieder geval hartelijk bedankt iedereen voor het abonnee worden. Het zijn kleine stapjes op een lange weg, maar ik ben er helemaal blij mee. Kijk, bij deze is het dus ook. Even zien, want hij moet dus zo komen. Dus dan moeten ze hierboven moeten er ook twee vakjes komen. Ik had met Jay en Barry afgesproken dat ik een happy dance zou doen. Dus ik weet niet of je het gezien hebt. De kinderen moesten er ook vreselijk om lachen, maar ik mocht het wel plaatsen. Ze hebben me zelfs geholpen om een muziekje onder te doen. Want ja, ik heb mijn kinderen altijd geleerd, als je iets belooft, dan moet je het ook doen. Even kijken, dan zijn we met deze klaar. Dan heb ik ook nog 6 stukjes DSP uitgesneden. En die is weer 4,5 bij 4,5. Dus is net zo groot als het kaartstok. En die gaan we dadelijk aan de binnenkant plakken. Dit is voor de versiering. Dan gaan we nou eerst even de basiskaart in elkaar doen. Dus de blokjes. Even kijken hoor. Komt dat goed? Ik wil maar de buitenkant, binnenkant maakt niet uit. Nee, ik wil maar de buitenkant. Doe ik hem even hier zo af. Dan doe ik hem naar de binnenkant. Dat is mooier dadelijk met het DSP erin plakken. En omdat dit toch aan de grote box wordt bevestigd, zie je er niks van. Ik plak alleen een beetje vast, maar goed. Hebben jullie dat ook, dat je altijd onder de lijm zit? Of onder de stempel inkt? Ik wel. Dat is ook de charme, hè, van het stempelen en knutselen. En het is allemaal gewoon met water en zeep te verwijderen. Kijk, dat zijn de bakjes. Even kijken, heb ik het nou goed gedaan? Zo. Ja. Dan pak ik de grote. Die wil ik wel netjes aan de binnenkant hebben. En dan komen deze twee, die komen hier tegenaan. Dus dat hier lijm op zat, gaf dus niet, want er had natuurlijk ook weer lijm overheen. Zo. En nogmaals, als je vloeibare lijm hebt, dan kan je hem gewoon zo recht mogelijk erop plakken. Het doet weer buiten beeld natuurlijk. Dat is 1. Ik word stil, hè, want ik ben heel geconcentreerd bezig. Kijk maar, doe ik het goed. Ik probeer hem hier goed op te lijnen, want dan blijft hij mooier staan.
vasthouden, aandrukken. Kijk. En zo kan hij dan in een envelop. En als we dan open doen, kan die zo blijven staan. Helemaal leuk, toch? Een beetje meer overheen doen, dan blijft de lijn beter zitten. Zo. Nu gaan we hem versieren. Even kijken, dan hadden we deze voor genomen. Die komen hier aan de binnenkant. Ik heb hier cardstock voor gebruikt. Hier wil ik dus DSP voor gebruiken met die leuke zwart-witte teksten. Kijk, dus die komt hier aan de binnenkant. Het is een beetje lastig, hè, met die dingetjes, maar moet een beetje. Oh. Even los, hij was iets te ver naar die kant toe. Het is altijd, als het op camera is, dan is het altijd lastiger. Als dat je het gewoon zo doet. Dat is één. Je ziet dat het een heel eenvoudig kaartje is, maar het is gewoon veel snijden en plakken. Zo. Boven heb ik er ook nog twee. Het is leuk, hè, met dat zwart-wit en dat rood en een klein beetje flirty flamingo erin. Ik even opletten dat ik de tekst ook allemaal met de juiste kanten naar beneden plak. Ja. Twee aan. Bovenkant. Hier. En de laatste alweer. En dan kunnen we versieren. Zo. Kijk. Ik ga hem zo halen, dan kun je hem beter zien. Dat er nou de binnenkantjes in zitten. Dan heb ik met een cirkelpons, die helaas retired is, heb ik rondjes uitgestanst of geponst. Je kan het ook met standjes doen. Dan zou je bijvoorbeeld de kleinste maat van de Lering Circle frame notes kunnen gebruiken. Want ik heb nu wat kleiner genomen, maar bij de zebraatjes had ik ook grotere genomen. Even kijken, kunnen jullie het zo zien? Ja. Dat zijn zeg maar ja, de vleugeltjes, de standaardjes waarmee je dus iets op het doosje kan bevestigen. Dus je ponst of stans een cirkel uit. Dan vouw je hem door het midden. En dan moet je bovenvolder er langs. Oh, ik plak een beetje. Deze en de laatste. Oh. Even zien. Zo. Kijk, en die moet je dus hier opplakken. Zo tegen het randje aan. En dan kan daar dadelijk de versiering op komen. Dus je doet het aan één kant maar lijm.
niet te veel, want anders zit ik weer onder. Kijk, en dan wil je hem op deze kant hebben en dan lijn je hem dus ongeveer in het midden op aan het randje. Lang leven vloeibare lijn. Even vasthouden. Zo. Dan nog een randje. Die komt precies aan de andere kant te zitten. Eventjes vasthouden voor de lijm om goed te kunnen pakken. Kijk, dan heb je dus een plateautje waar je dus iets op kan plakken. En dit doen we ook aan de binnenkant. Zet ook weer lijm erop. En dit is iets lastiger, want deze moet ik even wegvouwen. De kant hier. Tegen het midden aan. En deze. En ook weer even vasthouden. Oh, scherp. Het is lastig omdat ik het ook in de camera wil doen. Dat jullie ook iets zien. Zo. Kijk, dan heb je die flapjes. Even wat lijm van mijn vingers afhalen. Ik heb de tekst gekozen. I hope your day is a real treat. Die komt dus uit de stempelset. En die ga ik dus hierop bevestigen. Dan doe ik lijm dus op de andere kant van het cirkeltje. En deze tekst heb ik uitgeponst. Kijken hoe ik dit makkelijkst op kan doen. Met Timeless Label. Ik vergat even te praten, want ik was natuurlijk even weer druk. Zo. Dan hoop ik dat hij een beetje recht zit. Ja. Kijk, zo kan hij even goed pakken. En hierbovenop heb ik een stitched ovaaltje gedaan. En deze komt uit de Stitch Shapes Frame Lips Dies. Een ovaal. Die ga ik ook hierop plakken. Dat is iets makkelijker zo. En dan kan je het een beetje zien wat je doet. Beetje schuiven, dat die recht zit. Zo. En ik heb het poesje gestempeld, deze. En die heb ik ingekleurd met mijn Stampin' Blends. En wel de Light and Dark Smoky Slate. En voor de roze oortjes heb ik Light Rococo Rose gebruikt. En ik heb hem toen daarna uitgestanst met het stansje. En is het een schattig poesje geworden. En die kan hier bovenop. En dan is het doosje, of kaartdoosje, wat is het? 3D pop-up card is klaar. Op mijn blog heb ik hem inderdaad onder doosjes donderdag gedaan. Want ja, ik vond het toch 3 doosjes eigenlijk. Zo, oh, ik vind hem echt helemaal leuk. Kijk. Kun je het zo zien? Ja. Zo is hij geworden. Helemaal schattig. Zal ik er nog wat bling bling bij doen? Kijk. Ik heb hier nog wat rode steentjes. Dat is misschien ook nog wel leuk. Een beetje een chique kat van maken. Dit wordt voor een feestelijke dag. Even kijken.
Ik denk dat ik hem iets dichter bij elkaar moet doen. Dan lijkt het meer een halsbandje. Ja. Nog eentje erbij. Oh. Oh. Hij wil niet. Oh, een chique kat is het geworden. Ja. Ik vind hem zo helemaal af. Hij kan dus dadelijk zo in de envelop. En dan denken ze, wat is dit voor een kaartje? En dan is hij zo af. En hier op de achterkant kun je gewoon twee rechthoeken doen van Whisper White. En dan kun je dan de tekst opzetten of je namen. Dit was mijn filmpje. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden en mij twee duimpjes omhoog willen geven. Abonneren kan altijd, want ik ben helemaal blij dat ik de 101 abonnees heb gehaald. Maar nou wil ik natuurlijk verder. Een mens wil altijd meer. Al deze producten die ik gebruikt heb, kun je bij mij bestellen. Heel graag zelfs. Op meetbyinnepie@gmail.com. Heb je vragen, wil je weten of snap je het nog niet hoe het doosje in elkaar zat? Ook dan mag je me daar op dat adres mailen. Ik wens je een heel fijn weekend alvast en graag tot de volgende keer. Doei!